Drie dode dwergen. Geschreven door F.R. Ecker en bewerkt door Tom van Beek. Mooi, meneer. Heel mooi. Niet waar, jongen? Ja. Dan moet je hier eens even zien. Onze tocht naar de piramide. God, nou, dat moet fantastisch zijn. Nep, jongen. Allemaal nep. Wilt u? Maar ze bestaan toch echt, die piramide? Ja, die nog net. Maar het zou me niks verwonderen als er een paar van plastic tussen gezet had, die Egyptenaren. Ja. Om het nog mooier te maken. Moet je zo'n sphinx zien, zeg. Ja, want versieren kunnen ze het daar. Laat dat maar aan die jongens met die soepjurk over. Ja, ja. Maar wat bent u daar aan het doen? Graven? Ja, jongen. Eens een speurder, altijd een speurder, zeg ik maar. Ja. Te land, ter zee en in de lucht. Ja, ja, ja. Maar is daar nog iets te vinden, inspecteur? Ik bedoel, mummies of zo? Ben je gek, jongen. Die mummies die liggen al lang met z'n allen in het Louvre in Parijs. Oh. Daar moesten we ook zo nodig naar Egypte. Yvonne wou wel eens zien waar al die kreukeltjes vandaan kwamen. Oh. Heeft uw vrouw er zo'n belangstelling voor, inspecteur? Jongen, als Napoleon haar niet voor was geweest, had zij al die dingen wel naar Frankrijk gesleept. Oh, wacht eens even, maar hier hebt u toch wel iets gevonden? Ja, 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 we hebben iets gevonden. Weet je, die Egyptenaren zijn de hele winter bezig hun nepspullen in de woestijn te begraven. En zomers kan je dan eens een schepje huren of voor een hoop poen om die rotsen weer op te graven. Oh. Ja, nou, strand genoeg. Ja, en die toeristen maar denken dat ze iets geweldigs gevonden hebben. Ja, ja. Een scarabée, 3000 jaar oud en helemaal van plastic. Een scarabée? Ja, hier zie je hem beter. Maar is dat niet zo'n tor die spontaan ontstaat? Ja, een mestkever is het. Net als al die luider in de woestijn. Ja. Hé, verdomme. Hé, doe dat licht nou eens uit. Oh, commissaris, neemt u me niet kwalijk. Wat is dat voor filmvertoning hier? Onder diensttijd. Ah, de kapitein van de veerboot. Als ik het niet dacht. Goedemorgen, commissaris. Ik zie dat u me nog steeds persoonlijk kwalijk neemt dat ik ooit bij de havenpolitie heb gewerkt. Maar dat wil nog niet zeggen dat hij u... Hij houdt niet van water. Ach, laat maar, Brigges, ik kan het alleen wel. Ja, wat die omhooggevallen water had me daar naar mijn hoofd smijt is één ding, maar van jou pik ik dat niet. Hm. Heb je dat verdomd goed begrepen? Jawel, commissaris. Nou, laat dan nou maar eens zien wat jullie daar voor kinderachtige plaatjes aan het vertonen zijn. Ja, ja, ja. Wil jij het licht even uitdoen, Brigges? Ja, ja, tuurlijk. Ja. Zo is beter. Zo, hier waren we. Moet je nou zien? Onze waterrat op een kameel. Het schip der woestijn, commissaris. Vergeet het niet. Zo, de piramide. Nou, je voelde je zeker wel thuis tussen die mummies, hè? Och, het is weer eens wat anders dan verse lijken. Ik heb er eens een paar gezien in Leiden, in het museum. Machtig interessant, met die schrompelkopjes. Ze waren er ook zo zuinig op. Iedere dag afstoffen. Dat is maar goed ook. We moeten zuinig zijn op die paar echte die we nog hebben. Ja, ze worden niet meer gemaakt tegenwoordig. Er zijn er niet zoveel meer. In de vorige eeuw zijn ze bijna allemaal vermalen om er een soort toverdrank van te maken. Die werd in de winkel verkocht tegen allerlei kwalen. Oh. Maar niemand heeft er het eeuwige leven mee gekregen. Maar er werden toch nog wel eens nieuwe gevonden? In Egypte niet meer. Ja, in Londen is een museum, die heeft er pas nog een paar gekregen. Oh. Het British Museum. Ja, ja, natuurlijk. Kan wel, ja. En één daarvan hebben ze aan Nederland gegeven. Dat heb ik gelezen. Aan de Universiteit van Amsterdam, geloof ik. Kwamen die niet ergens diep uit de binnenlanden van Afrika? Oh, dat weet ik ja, niet. Ja, het waren mummies van pygmeeën. Nou herinner ik me wel. Oh, ja. Ja. Twee vrouwtjes en één mannetje. Zo, dus daar ook al. Wat daar ook al? Nee, niks. Ik bedoel, daar maakten ze dus ook al mummies. Ja, stel je voor, drie dode dwergen. Die zou ik wel eens willen zien. Nou, als we inderdaad één hier hebben, lijkt me dat niet zo moeilijk. Commissaris Poesiat. Commissaris Poesiat. Telefoon voor commissaris Poesiat. Ja, dank u, moment. Val niet over het snoer. Nou,
Ja. Hebben we tenminste even rust. Bij de Bedouinen. Oh. Had uw vrouw het niet warm in zo'n ding? Yvonne? Nee, juist niet. En ik kan je wel vertellen, ze was mooier dan ooit in zo'n kaftan. Ja, prachtig, prachtig, prachtig. Wat? Die oase, die is prachtig. Die zijn prachtig, die dingen, die oase. Mag u eindelijk dat licht weer eens aan? Ja. Er is werk aan de winkel. Waar is het lijk? Gestolen. Inbraak in de universiteit. De mummie van die dwerg is verdwenen. Schiet een beetje op, Lu. Nou, als u maar voorzichtig doet. U ziet toch dat ik er niet door kan? Schiet toch op, man. Ik heb zo'n idee dat ik dit zaakje best zelf af kan. Ik ben nieuwsgierig naar die mummie. Nou, die is nou toch weg. Ja, die vind ik wel weer terug, maar je mag geen zorgen. Ik vraag me af, hè, wie er zoiets stoms kan doen. Zo'n ding heeft toch geen handelswaarde? Misschien iemand die er een toverdrank van wil maken. En dat heeft wel waarde. Verdomde vrachtwagen, schiet toch op, vent. Ja, ik zou het op prijs stellen als je ons werk een beetje serieuzer op dan Pinkbroek. Het motief, daar gaat het om. Of dat dan geen goed motief is. Studentenstreek, rivaliteit tussen verschillende universiteiten. Een antiek verzamelaar. Een apotheker. Ik wou dat ze jou bij die overjarige viskotters van de havendienst gehouden hadden. In plaats van mij op te schepen met zo'n klein stinkend stuk uit de haven opgeviste verontreiniging. Ik zou... Alsjeblieft, daar is het anatomisch lab al. Professor Fourili? Inderdaad. Ik ben blij dat u zo snel gekomen bent. Pusjat. En dit is inspecteur Bojarski van de... Hoe maakt u het, professor? Oh, dank u. Professor. Hey, kijk eens aan. U bent waarschijnlijk van Mongoolse afkomst. Ja. Onze familie komt uit Rusland. Maar... dat dacht ik al, ja. Heel interessant. Typische differentiatie van de poerie op de handruggende muis. Extrapolerend zou ik daaruit kunnen... Zouden we de plaats van de misdaad even kunnen zien? Natuurlijk. Loopt u maar even mee, heren. Hoe hebt u de vermissing ontdekt, professor? Ik zou vanmorgen om 10:00 college geven in de modellenzaal. En toen ik daar om 9:45 binnenkwam, bleek dat het raam geforceerd was. En alleen de mummie was verdwenen? Inderdaad. Is er vanmorgen voor u al iemand geweest? Nee, ik ben de enige die de sleutel heeft. De enige? Ja, op de nachtwaker na. Ah, de nachtwaker. Wat is het adres? Kunnen we hem ondervragen? Ik ben bang dat ik die laatste vraag ontkennen moet beantwoorden. Onze nachtwaker is beneden bij de conciërge. De man is dronken. Hij doet niets anders dan lallen. Lallen? Oh, dan daar weet ik anders wel weg mee. Hier is het, heren. Mooi zo. Zo. Ze hebben er hier nogal een bende van gemaakt, zo te zien. Uitstekende observatie. Als jij hier de zaak bekijkt, dan ga ik die nachtwaker even ondervragen. Het zou wel heel gek moeten lopen als ik daar niet wat wijzer zou worden. Kunt u me even de weg wijzen, professor? Graag. Dank u. En mocht u mij verder nodig hebben, ik ben in mijn werkkamer hiernaast. Dank u, professor. Ja, professor. Jongen, wat een griezelkabinet is dat hier, zeg. Hebben jullie dat gezien, al die flessen met dingen op sterk water? En daar op de grond, jezus. Een baby met twee koppen. Ja, zijn fles is gebroken. Oh. Misschien heeft de nachtwaker wel aan het sterke water gezeten, wie weet. Ja. Maar goed. Laten we beginnen. Ja. Waar? Bij het begin. Oh. Wat valt je op? De rotzooi? Precies. Ja. Conclusie, die inbraak is het werk van amateurs. Een behoorlijk vakman zou het altijd beter aanpakken. Ja, maar was het wel een inbraak? Zou die nachtwaker misschien... De nachtwaker had de sleutel. Die hoeft het raam niet in te slaan. In te slaan vanaf de buitenkant. Want de scherven liggen binnen. Misschien daarom juist. Jij wil hogerop, hè? Goed. We mogen het niet uitsluiten natuurlijk. Maar dan zou die man ook expres die sigarettenkoker daar hebben neergelegd. Welke sigarettenkoker? Die daar, op de grond. Ja, vlak bij die schragen. Ja. Daar moet dat ding gestaan hebben. Hier. Ik denk dat we eerst maar eens even met de professor moeten gaan praten. Ik heb het hier wel gezien. Ga je mee? Ja. De eigenaar van de griezeltent zou hier zijn hart kunnen ophalen. Zeg, misschien is dat wel een idee. Of afpersing. Met een dode pygmee als gijzelaar. Nee,
Ik houd maar liever op die studenten. Binnen. Professor. Professor, mag ik u een paar vragen stellen? Gaat u zitten, heren. U vindt het toch niet erg als de brigadier een paar aantekeningen maakt? Nee, natuurlijk niet. Uitgang. Ja. Kunt u een beschrijving geven van de gestolen mummie? Ik kan u zelfs een foto geven. Het gaat hier om een kostbaar en zeldzaam exemplaar. Een aanwinst voor ons laboratorium. Het gemummificeerde lichaam van een Ituri-pygmee. Ituri-pygmee. Ongeveer 400 jaar oud. Wie wist van het bestaan van die mummie? Tja, eigenlijk iedereen. Het heeft in de kranten gestaan dat we hem ten geschenke hebben gekregen van het British Museum. Tja, we hadden hem pas een paar dagen in huis. Ja. Heeft u enig idee in welke richting we de dader zouden moeten zoeken? Wie had er bijvoorbeeld belangstelling voor die mummie? Wetenschappelijke belangstelling was er genoeg natuurlijk. Maar ik zou me niet kunnen voorstellen dat iemand zo ver zou gaan om... Uw studenten? Nou, niet dat ik daar mijn hand voor in het vuur steek, maar dat lijkt me... Wie van uw studenten had het meeste belangstelling voor de nieuwe aanwinst? Oh, eens even kijken. Van Dam en Badings, geloof ik. Badings. Ja, inderdaad. Van Dam en Badings. Zij wilden een proefschrift schrijven over het genus. Uitstekende studenten, maar ik kon het hun toch niet toestaan. Waarom niet? Ze zouden voor een dergelijke diepgaande studie het corpus moeten ontleden... En u begrijpt... Ja, juist. Heb je dat allemaal? Jawel, inspecteur. Goed zo, jongen, goed zo. Een sigaretje, professor. Heel graag, dank u. Zijn die beide studenten hier toevallig aanwezig? Het is me vanmorgen opgevallen dat ze er allebei niet waren. Hé, wat hebt u daar een bijzonder exemplaar? Wat? Die sigarettenkoker. Dat is hagedissenleer. Het viel me toevallig op, omdat dit soort huid lijkt op bepaalde abnormaliteiten die bij de mens... Hé, waar heb ik dat ding nou meer gezien? Waar? Of het moet toeval zijn. Ik dacht dat een van mijn studenten een dergelijke koker had. Ja, het is me opgevallen... Ja. Wie van uw studenten, dacht u? Ik weet het echt niet meer. Was het Van Dam of... Was het Badings? Dank u, professor. Ik moet er eens vandoor. Ik hoop dat ik u mummie terugvind. De daders hoeven waarschijnlijk niet ver te zoeken. Waar is de administratie? Als u in de richting van de hal loopt, de tweede deur links. Ik hou u op de hoogte, professor. Ja, professor. Tot ziens, heren. En? Iets verder gekomen? Misschien. Ik heb het idee Met dat... Met die nachtwaker is geen land te bezeilen. Zo dronken als een bloed. En maar zingen. Een van de krankzinnig Engels liedje. Ik verstond er geen woord van. Maar hij was in ieder geval op geen enkele manier aanspreekbaar. Ach, wat spijt me dat voor u, commissaris. Nou, ik ga maar licht maar eens opsteken bij die professor. Wachten jullie op in de wagen? Ja. Zo, en nou u, professor? Nou, ik? Ik denk niet dat ik u nog iets nieuws te vertellen heb. Uw inspecteur heeft alle inlichtingen. Hij is juist weg om de daders te arresteren. Zeg. Wat? En als u mij nu wilt excuseren, mijn tijd is erg kostbaar. Die waterrat, maar ik zal hem krijgen. Wacht maar. Ah, hier moet het wezen. Bons in uurwerken. Een klokkenwinkel. Ja, ik hoop dat we nog op tijd zijn. Ja. Komt tijd, komt raad, zeggen ze wel eens. Hé. Oh, neem me niet kwalijk, inspecteur. Goedemorgen, heren. Wat Dag. Kan ik voor u doen? Politie. U bent mevrouw Bons. Gut, meneer. Hoe weet u het al? Ach, dat is niet zo moeilijk, mevrouw. Het staat op de deur. Nee, ik bedoel... Wonen hier de heren Van Dam en Badings? Ja, dat bedoel ik. Hoe weet u dat? Ik heb u toch nog niet opgebeld? Of heb mijn man Nee. Zijn ze op hun kamer? Och, meneer. Op hun kamer. Wat heet. Ik ben kapot van de zenuwen. Nou moet ik eerlijk zeggen dat die studenten lang niet altijd mijn netste commissaris geweest zijn. Maar zo'n herrie heb ik toch nog nooit in mijn huis gehad. Hoe ze daar leggen te zingen en te schreeuwen. En ik kan doen wat ik wil, ze trekken zich nergens iets van aan. Ik heb geklopt en geroepen, niks. Ja. Ik dacht, als het nog lang duurt, bel ik de politie. Maar gelukkig, u bent er al. Ja, daar zijn we. Heb dat mens van hiernacht misschien... Hoe laat zijn ze vannacht thuisgekomen?
één uur, meneer. Oh, niet dat ik iedere nacht wakker leg om te horen wanneer de mensen thuiskomen, hoor. Denkt u dat maar niet? Natuurlijk maar... niet, maar kunnen we maar dan niet... Maar het was zo'n gestommel op de trap, of ze aan het verhuizen waren of zo. Ja. Ze hebben nog een stukje van verf van de trapleuning gestoten ook. Ik kan nu tegen ze zeggen dat ik dat voor goed heb willen hebben. Kijk, ik ben altijd goed geweest voor iedereen. Dat kan u navragen. Maar ze moeten nou ook weer niet denken dat ik een tropische instelling ben. Zo is het nou ook weer niet. Zal ik u even voorgaan, heren? Ja. Hey, ik ben toch zo blij dat u er bent. Kom u maar. Misschien hebben u een beetje invloed op die jongens. Nou, zo te horen zijn ze al onder de invloed. Nou hoort u het zelf, heren. Dat is nou al de hele nacht en de hele morgen aan de gang. Vindt u het gek dat ik over mijn toeren ben van de zenuwen? Nee. Politie! Doe open! Politie! Politie! Open doen! Open doen! Ziet u er wel? Heb ik het niet gezegd? Hebt u een sleutel van die deur, mevrouw? Die hebben zij. Zij hebben een sleutel. Die zingen niet gewoon, inspecteur. Haal je de koekoek. Ik bedoel, hebt u geen duplicaat? Een wat? Een reservesleutel, of uw reserve... Oh, zegt dat dan direct. Nee, die heb ik niet. Inspecteur, zal ik even die... Ja, er zal niks anders op zitten. En mevrouw hier zal wel geen bezwaar maken. Niet waar, mevrouw? Nee, natuurlijk niet. Maar wat gaat u doen? Nee, nee, niet doen. Ach, oh, nee. Oh, oh, nee. Nou, Die zijn inderdaad niet in orde, inspecteur. Het is treurig. Het is treurig. Zou ze drugs in genomen hebben? Gut, die jeugd van tegenwoordig. Hullu, water, kom hier. Zo, jongen, kom jij eens hier. Hup. Kom, vooruit, jongen, kom. Zit op, jongen. Ja, dankjewel. Hullu, bel het bureau. Laat dokter Moeren komen, vlug. Goed, inspecteur. En moet je eens kijken wat ze hier hebben, de stinkers. Het lijkt wel een lijk. Het lijkt van een kabouter. Wat? Waar? Hiero. Ziet eruit of het van nat pakpapier gemaakt is. Het is toch niet echt, hè, meneer? Denkt u ook niet? Ja, en u, mevrouw, u zou me groot genoegen doen als u me even alleen zou willen laten met deze twee heren. Heren? Ja, gaat u nou maar. Wilt u zeggen dat u met mijn eigen huis hebt? Ja, dat wil ik inderdaad, mevrouw. Gaat u nou maar. Nou, blijft u dan maar alleen, u liever als ik. Met dat stelletje dronkelappen met een spook in een kissie. Heb u gezien, die loerende ogen? Ja, gaat u nou maar, mevrouw. Ga dan. Als de buren het maar niet merken. Oh, wat een verschutting. De gestolen mummie. Dat mens heeft gelijk. Hij loenst. Oh, wacht eens even, hier. Mummie van Potentomug de Eerste. Stamhoofd der Ossipoteps. Ituri-pygmeeën. Midden-Afrika. Expeditie Bleeker-Limmingdon. Geschonken door het British Museum... Hij komt eraan, inspecteur. Mooi zo, dank je. Ik wou dat we die jongens toch bedaren konden krijgen. Dat gezang begint om de zenuwen te werken. Nou, anders mij wel. Zal ik ze eventjes... Nee, laat het maar liever op de dokter wachten. Zolang we niet weten wat ze mankeren. Ze ruiken niet naar drank in ieder geval. Zeg, misschien heeft het mens wel gelijk. Drugs? Nou, ik heb veel meegemaakt, inspecteur, maar zoiets... Hé, daar is hij al, dat is vlug. Nou, laat hij voor één keer ook eens vlug zijn. Wat wil je daarmee zeggen? Laat hij voor één keer ook eens vlug zijn. Als jullie de beleefdheid hadden gehad om even op het te wachten... We waren vast even achter die gestolen mummie aangegaan. Als we samen ergens aan beginnen, dan moeten we het ook samen doen, begrepen? Nog knap van u dat u ons zo gauw heeft gevonden. Ja, kwestie van de juiste mensen de juiste vragen stellen. Bij de administratie van de universiteit zei ze... Zeg, wat is dat hier voor rotzooi? Zoals ik al zei, we hebben de gestolen mummie teruggevonden. Maar ik heb het idee dat daarmee de moeilijkheden pas begonnen zijn. Hoe bedoel je? Zeg, kan je die twee knullen niet even hun mond laten houden? Dat is nou juist de moeilijkheid. Dat kunnen ze inderdaad niet. En het zou me niks verwonderen als dat iets te maken had met het schrompelkopje hier. Wat zingen ze eigenlijk? Kom er zo bekend voor. Net heb ik dat liedje meer gehoord. Misschien een bekend Engels volkslied. Wacht eens! Datzelfde liedje werd gezongen door die nachtwaker. Ken ik voor u doen, meneer? Politie, meneer. Oh, gut. U ook al. Het loopt storm hier vandaag. Het is bijna te veel voor een mens. Dadelijk leg ik ook nog op apengapen, net als die jongens daar. En dan is het hun niet schuld. Je zou er een hartzwakte van overhouden. Nee, ik ben arts, mevrouw, hier. Even wat pillen. We hebben er gelijk maar 10. Nee, met een stevige borrel. Zo, ik kan zeker wel doorlopen. Oh, dank u wel, dokter. Natuurlijk, dokter. Gaat u gaan, dokter. Dank u wel.
gelijk. We hebben inderdaad rotzooi binnengehaald, nou we die mummie gevonden hebben. Wie ermee in aanraking komt, wordt er knettergek van. U staat er wel erg dichtbij op het ogenblik. Hè? Wat? Ah, oh, verdomme. Dat ding is behekst. Stoor ik? Ah, Lodok, kom erin. Kunt u iets doen aan dit duet hier? Wat is dit voor onzin, zeg? Nou, daar hebben we jou nou juist voor laten komen. Laat ze alsjeblieft hun mond houden, want ze werken op een zenuwen, die twee. Nee. Nou, ik vind die derde anders nog veel langer. Ja, wacht maar even, wacht maar even. Zo, even een spuitje. Zeg, vertel in die tijd maar even wat er gebeurd is. Ze schijnen de hele nacht al zo gezongen te hebben. Van 1 uur af, de stakkers. Ja, zo. Het lijkt wel of ze totaal uitgeput zijn. Nou, dan wordt het hoog tijd als ze even gaan slapen, nietwaar? Hul! En dan besef ik ze met die mouwen mogen doen. Oh nee, dokter, het spijt me bijzonder, maar laat maar zitten. Kom, kom maar, dok, kom maar. Zo. Yep, ja, zo. Netjes. Ja. Al weten we nog niet wat de oorzaak is, we weten nou in ieder geval hoe we ze weer moeten laten ophouden. Nou, daar zou ik me maar niet al te veel van voorstellen. Ja, even zien wat er nou gebeurt als ze straks weer wakker worden, hè? Nou, maar nummertje 2. Zo. Zo. Hé, hé. Wat een heerlijke rust. Lekker, hè? Is er iets zinnigs van te zeggen, dok? Ik ben bezig, ik ben bezig. Nee, geen drank. Nee, zover nee. Waren wij ook al. Nou, ja. Nou, geen doop van de pupilletjes te zien. Zwarte kunst, wat ik je brom. Meent u dat nou weer? Hey, ja. Wat hebben we hier? Kijk eens even, kijk eens. Ze hebben een wond in de nek allebei. Ja, zeg, dat is merkwaardig. Ja, is inderdaad. Zijn beet, ze lijkt het een beet, zie je, rood en opgezwollen. Als een steek van een bij, maar dan een hele grote bij, ja? Ja, als dat waar is, moet het beest nog in de kamer zijn. Hmm. Alles was hier hermetisch afgesloten. We zullen de zaak hier laten uitkammen, in ieder geval. Ja, maar dokter, ik heb nog nooit gehoord van een bijensteek waar je van gaat zingen. Ja. En ja? Toevallig dat die nachtwaker hetzelfde liedje zong. Het is een interessant geval. Erg interessant, hoor. Ja. Ik ga wel een paar bloedmonsters nemen. Eens kijken of we in het lab wat wijzer kunnen worden. Verdomme, ze hadden bij precies dezelfde plek, zeg. Tussen Atlas en Draaier. Ja. Je kan ze laten weghalen. Breng ze maar een paar voor John Drieks. Even een briefje schrijven. Wacht even. Huh? Wat is dat? Alweer een slachtoffer. Drop af. Laat maar. Ik denk dat dat mijn schuld is, toevallig. Ik heb er een goede borrel voor geschreven. Bij nader inzien had u die mummie toch beter in die kluis kunnen doen. Ik zeg je, er zit een luchtje aan dat ding. Daarom wil ik het laten bewaken, dag en nacht. Net zolang tot we hebben uitgevonden wat er mee aan de hand is. Ja, wat zou er mee aan de hand moeten zijn? Nou, voor we verder gaan, Jaski, ik geloof dat het beter is als we aan deze zaak niet al te veel rugbaarheid geven. Je weet hoe het is met die jongens. Van hekserij en zwarte kunst moeten ze niks hebben. Ik geloof niet in zwarte kunst. Oh, nee? Ik dacht dat jullie zela zo bijgelovig waren als mijn oude grootmoeder. Ja, als u dat soort verhalen gelooft. Ja, en al die verhalen dan over spookschepen en zeemonsters. Het geval waar we nu mee zitten heeft precies zo'n oorzaak en gevolg als de eerste de beste diefstal met braak. Als we weten waarom, als we weten hoe, weten we ook wie. Goed, zoals je wil. Waarom? Waarom zou er iemand een truc uithalen met een oude mummie? Mummies zijn altijd oud. Wat zeg je? Hij stoor me nou niet in mijn deducties, wil je? Nee, het kost u al moeite genoeg. Nou, waar was ik nou? Oh ja. Waarom zou iemand een truc uithalen met een mummie, zodat iedereen die ermee in contact komt een chocolietje gaat zingen? Hetzelfde chocolietje. Hoe bedoel je? Die nachtwaker en allebei de jongens zongen hetzelfde liedje. Ja. En ik denk ook dat u de vraag verkeerd stelt. Waarom zou het de schuld zijn van die mummie? Daar hoeft helemaal geen truc meer uitgehaald te zijn. De oorzaak van het ziektebeeld kan ook heel ergens anders liggen. Maar het onderzoek heeft uitgewezen dat de kamer van de jongens hermetisch op slot zat. Met de sleutel aan de binnenkant. Geen kiertje of gaatje waar ook maar iets door zou kunnen dat die knullen had kunnen verwonden. Goed, maar dat kan een oorzaak hebben. En daarbij, niemand begint zo gek te zingen als hij die mummie niet heeft gezien. Behalve dan dat vreselijke mens Bons, maar dat was een grapje van Moerik. Ja, dat zullen we nog af moeten wachten. Ik blijf erbij, het geheim zit in die mummie. En of het nou zwarte kunst is of wat anders... Ah, hebt u daarom de Hulu op wacht gezet bij dat ding? De Hulu is een capabele kerel. Als er iets mis is, zal hij het merken. En voorlopig is hij de enige die ervan weet. Ik heb je al gezegd, ik hou het voorlopig liever onder de roos. Ja, als de kranten erachter komen, zijn de speculaties niet van de lucht natuurlijk. Ik heb die professor op zijn hart gedrukt en voorlopig met niemand over te spreken. Oh, en? Wat en? Nou, was hij daarover te spreken? Hij leek me nogal trots op zijn nieuwe aanwinst. Hij zal dit ding niet graag missen. Hij zal hem toch niet terugkrijgen, voor we van de hoed en de rand weten. Ik zal deze zaak tot op de bodem uitzoeken, professor of geen professor. Hij trok trouwens zo'n onschuldig gezicht dat ik hem aan meteen heb laten schaduwen. Eens kijken wat hij allemaal in zijn schild voert, met zijn lijkjes op sterk water.
Wat een afkeer van de wetenschap. Als die man in zwarte kunst deed, hadden we daar misschien al eerder iets van gemerkt. En trouwens, waarom zou hij? Waarom? Motief is zo klaar als een klontje. Om de nachtwaker te straffen, omdat hij niet voldoende zijn werk deed. Om die studenten te straffen die zijn mummie mee naar huis wouden nemen. Daarom. U hebt de zaak al helemaal opgelost, hoor ik. De professor bedrijft zwarte kunst door middel van een mummie die hij net gekregen heeft. Die je bij wijze van spreken nog moet leren kennen. En als een soort wrekende god vernietigt hij iedereen die hem ook maar een speld in de weg legt. Voor mij blijft hij verdachte nummer 1. Inspecteur Bojanski, telefoon voor inspecteur Bojanski. Wil inspecteur Bojanski de centrale bellen? Van jou, Jaski? Ja, ik kom zo. Maar dan komen we op het hoe. Hoe kan de professor nou weten dat die jongens een mummie willen stelen? Hoe? Misschien hield hij er wel de wacht bij, weet je veel. Als u werkelijk denkt dat die prof in samenwerking met die oude mummie dit soort onverkwikkelijke grappen uithaalt, nou, dan kan u hem beter dat ding teruggeven. Inspecteur Bojanski, centrale alsjeblieft, dringend. Ja. Om hem daarna op heterdaad te betrappen. Bojanski hier. Wat? Hoe kan dat in godsnaam? Waarschuw onmiddellijk, Moerik. Ja, ik kom er meteen aan. Ja, dank je. Wat is er? Wat is er? De hulu zit beneden in de kelder te zingen als een gek naast die kist met die mummie. Hij is niet meer aanspreekbaar. Zwarte kunst? Ik zei het je toch? Zwarte kunst? Nou, hebt u nou uw zin? Die professor moet in de buurt geweest zijn. Dat kunnen we gauw genoeg weten als u hem hebt laten schaduwen. Waar is die patiënt? Nou, Doc, ga maar op het geluid houden. Ja, laat hem in godsnaam ophouden. Ik koud tot op het merg van mijn botten. Eén ding weet ik wel. Hier moet een end aan komen. Ik laat die kist dicht spijkeren en in de kluis berken, wat u er ook van zegt. En? Nou, een beetje de nek tussen atlas en draaier. Morgen krijgen jullie mijn rapport. Goedemorgen, Bridges. Morgen, inspecteur. Zo, ben je er eindelijk, Jaski? Goedemorgen, commissaris. Goede nacht rust gehad? Nee, ik heb geen oog dicht gedaan. Dat verdomde geval. Ja, dat zal wel niet. Na al die zwarte kunst. Ah, stil toch. En tenslotte had u de hulu in die kelder gezet met die mummie. Hoe is het nou met hem? Nou, ik sta hier op Moerik te wachten. Maar die verdomde dokter schijnt er een andere dagindeling op na te houden dan wij. Als die er in 5 minuten nog niet is, dan bel ik hem uit zijn nest. Nou, dan zou jij de derde zijn. Oh. Jazeker, ik ben er vannacht al 2 keer uitgehaald. Dat, weet je, ik begrijp niet dat mensen geen betere tijden kunnen verzinnen om elkaar het een en ander aan te doen. Dat kennen we. Laat mij wachten en dan is hij nog niet eens uitgeslapen ook. Dat is een typische geval van cholerische ochtendziekte. Ik stel je wat voorschrijven. Wacht alsjeblieft, zeg. Hoe is het met de hulu? Nou, hoe is het net als met die 2 anderen? Ik kom maar net vandaan. Zingen. Wat zij het zingen, alsof hun leven ervan afhangt. Dat spuitje was nauwelijks uitgewerkt, was ze begonnen opnieuw. Zonde, het is zonde. Al enig idee wat de oorzaak kan zijn? Ja, gif. Ze zijn vergiftigd. Ze gif met een psychogene werking dat tegelijk verlammingsverschijnselen teweeg brengt. Zeer interessant. Maar ja, wat dat nou precies is, daar ben ik nog niet achtergekomen. Dus ze zijn gek geworden. Zeg, kunnen we dat nou niet beter op mijn kamer bespreken? Iedereen loopt hier met zulke oren te luisteren en we zouden... In zekere zin, ja. Maar ja, aan de andere kant... Kom je mee, Doc? Gaat u maar vast, ik kom zo. Ja, maar schiet wel op. Ik wil een platte campagne opstellen. Ja, een momentje. En hoe ze vergiftigd zijn, hè, daar ben ik ook verdomd benieuwd naar. Kijk, die beet of stekende nekken, daardoor moet het gif. Hé, Bridges. Ja, inspecteur. Wie had hier gisteravond dienst, zo rond 9 uur, hier aan de balie? Ik, inspecteur. Zo, dan ben je er vanmorgen alweer vroeg bij, jongen. Zeker weer de schuld van die onderbezettingen. We hebben het er met de commissaris al zo dikwijls over gehad. Ja. Maar die hebben wat anders aan zijn hoofd, niet waar? Zeg, wat ik vraag wel, is er gisteravond om 1 uur of 9 of daarvoor nog iemand geweest? Iemand die je speciaal is opgevallen of zo? Och ja, er komen zo hier zoveel mensen, meneer. Dan is het dit, dan is het dat.
Het publiek loopt in en uit, zo te zeggen. Ja, vertel me niks. Maar daar zijn we tenslotte voor, nietwaar? Dus er is niemand die je speciaal is opgevallen? Nee. Nee, er zaten wat mensen op de bank daar die we niet meteen weg konden werken. Een vent die zijn papieren kwijt was. Een aangifte van diefstal. Een bont en blauw geslagen te meijer en een vent met een kindje. En nog zo wat van het spul. Een vent met een kindje? Wat moest hij? Geen idee, meneer. Hij mompelde dat hij iets wou bespreken met de recherche. Het was een oude gek met een heel vervelend jongetje. Ik heb hem even koud gezet. En ja hoor, op een gegeven moment was hij verdwenen. Verder niks. Eens kijken, hè. Nee, om die tijd niet, geloof ik. Later op de avond waren er ik nog bedoel, weet je verder niks over die man? Huh? En dat kindje? Nee, dat kon ik niet zo goed zien, meneer. Hij had zo'n capeje aan met zo'n kapje. Capuchon? Ja, zo'n capuchon op zijn kop. Het was een donker kindje, geloof ik. Een halfbloedje of zo. Net als die man? Die man was blank, dat weet ik zeker. En dat kindje, je zei dat het vervelend was. Nou ja, vervelend. Het zat zo'n rotfluitje, hè. Daar zat hij alsmaar op te riedelen. Goed. Denk er nog maar eens over. En als je wat binnenschiet over die twee of over anderen die om die tijd hier geweest zijn, laat me dan weten. Ik ben op de kamer van de commissaris. Goed, inspecteur. Goed zo, jongen, en bedankt. En oh ja, laat die kist met die mummie erin die in de kelder staat. Waar die jullie gisteravond... Precies, die. Laat die kist zorgvuldig dichtspijkeren en verzegelen voordat er nog meer ongelukken mee gebeuren. Laat hem maar in de kluis zetten tot nader orde. Daar staat hij veilig. Inspecteur, denkt u dat die mummie behekst is of ja, zo? Ja, doe nou maar wat ik je gezegd heb. Goed, meneer. Binnen. Zo. Ben je er eindelijk? Ga zitten. Dank u. Ik heb even geïnformeerd of professor Furilli gisteravond misschien hier is geweest. Huh? Dat suggereerde u toch gisteren? De professor is niet hier geweest. Dat had ik je zo wel kunnen vertellen. Ik heb hem namelijk laten schaduwen, weet je nou wel? Ja, dat zegt me niets. Zegt je niets. En ik zeg je dat de professor gisteren zijn huis niet heeft verlaten. Daarmee basta. U moet zich niet zo opvinden, commissaris. Ik heb al meer gezegd dat heeft het professor slecht voor de gezondheid. Kinderen? Wat heeft dat er nou weer mee te maken? Heeft hij kinderen? Eens even kijken. Hier. Nee, hij heeft geen kinderen. Ook niet aangenomen of zo? Nee, daar staat tenminste niks van in het dossier. Dank u. Wat nou, dank u? Dank u? Daar kan ik geen chocola van maken. Wat is er? Heb je iets ontdekt of zo? Nee, nog niet, geloof ik. Maar als ik het goed begrijp, is de professor van de lijst afgevoerd als verdachte nummer 1? Ik blijf hem in de gaten houden. En zijn mummie kan hij terugkrijgen. Dat zei ik alleen maar voor de grap gisteravond. Wat voor de grap? Ach, commissaris, u wilt toch niet in ernst beweren dat u hem die mummie wilt teruggeven in de hoop dat hij er weer een slachtoffer mee maakt, zodat u hem kunt betrappen? Ik wil dat gevaarlijke ding hier niet meer over huis hebben, dat is alles. Het spijt me dat ik u moet teleurstellen. Teleurstellen? Hoezo? Ik heb net de kist met die mummie laten verzegelen en in de kluis laten stoppen. Wie heeft jou daar toestemming voor gegeven? U hebt gisteren zelf gezegd dat u het ding net zo lang wilde houden tot we het naadje van de kous weten. Dat was gisteren, ja. Maar ik zeg je nogmaals, dat gevaarlijke ding... Dat... Precies. Als we ervan uitgaan dat die mummie iets te maken heeft met wat die mens is overkomen... En daar ziet het wel naar uit. En ik sluit dat niet uit, dan vind ik het niet verantwoord om iemand er nog in aanraking mee te brengen. Dan moet dat ding zo veilig mogelijk opgeborgen worden, voor er nog meer slachtoffers vallen. Ja, daar zit wat in. Ja, als de dokter zo vriendelijk zou willen zijn zich met zijn pillen bezig te houden... Wacht even, dit is in zekere zin ook mijn verantwoordelijkheid. Wilt u de professor opbellen om hem te zeggen dat hij zijn mummie voorlopig niet terugkrijgt, of zal ik het doen? Nee, laat maar. Jij neemt de beslissingen, ik zal wel voor de consequenties opdraaien. Ja, hallo, Poesiat hier. Zie even professor Furilli te pakken te krijgen. Ja, thuis. Ja, of anders op de universiteit, kan me niet schelen. Je hebt het nummer? Nee? Nou, dan zoek je dat maar uit. Nee, sleur hem maar uit de lijst als dat nodig is. Er is haast bij, dank je. Oh, ja. Bent u nog iets te weten gekomen over dat gif, dokter? Ja, niet veel, maar... Moet hij nou weer dat hele college geven? Hij heeft het mij net allemaal uitgebreid zitten vertellen. Ja, maar mij niet. Oh. Dok? Nou, Klein, het gaat om een aantasting van het centrale zenuwstelsel, begrijp je wel. Het gaat om een snelwerkend toxide. Vergif. Dank u. Ja, dat inderdaad moet zijn aangebracht door de wond die u hebt gezien in de nek van de slachtoffers. Ja, maar waar ik nou zo benieuwd naar ben, wat voor vergif? Ja, kijk, dat weet ik nou juist niet, hè. We zijn bezig om het isoleren voor onderzoek, maar dat zal niet makkelijk zijn, want het gaat om miniem kleine hoeveelheden. Dus u weet ook niet of er eventueel een tegengif bestaat? Nee, natuurlijk niet. Dan moeten we er eerst weten... Wie is er hier in Nederland de grote deskundige op het gebied van vergif? Dat is Hemelgroot. Dat is professor Hemelgroot. Alweer een professor. Jawel, oké. Maar ik zou toch liever zelf eerst met onderzoek willen voeren. Ja, dat duurt me te lang, dok. Nou ja. We moeten ook nog een beetje om de slachtoffers denken. Als ik aan al die arme knullen denk. Aan de Hulu.
Het koude zweet breekt me uit, dat mag je gerust weten. Zoals die daar aan het zingen waren... Wat mij interesseert is de dader. Dat is dus afgesproken. Dus als je wat van het gif hebt kunnen isoleren... ga ik naar professor, hoe heet hij ook weer? Hemelkroot. Ja. Je kunt natuurlijk... Een poesiat hier? Je kunt natuurlijk mee, dokter. Ja, we zien wel wie het eerste oplossing weet niet waar. Goedemorgen, professor. Ja, neemt u me niet kwalijk, professor, dat ik u stoor, maar... dank u, professor, dank u. Nee, het gaat hierom. Wij wilden uw mummie graag nog even hier houden. Als u daar geen bezwaar tegen hebt, natuurlijk. Alsjeblieft. Wat zegt u? Oh, zolang als we willen. Nou, u hoeft hem dus niet direct terug. Oh ja, graag. Als u hem niet nodig hebt, dan... Nee, dan krijgt u te zijner tijd al bericht, professor. Wat zegt u? Oh, neemt u me niet kwalijk, professor. Ja, nee, ik heb ze al teruggetrokken, hoor. Dat was een vergissing, professor. Ik moet u... Hij vroeg of u hem niet langer wilde schaduwen. Ja? Hoe weet je dat? Dat is merkwaardig. Ja, zeker merkwaardig. Ik vraag me af hoe hij het gemerkt heeft. Ik had een van mijn beste mensen erop gezet. Nee, ik bedoel... merkwaardig dat hij zo gemakkelijk afstand doet van zijn mummie. Het mooiste stuk van zijn verzameling. Ja, ik zou zo'n zangverwekkend ding ook niet in mijn huis moeten hebben, hoor. Ja. Of weet die professor er iets meer van? Hij geeft dat ding net zo makkelijk weg als... als het British Museum. Hmm. Ze zijn er in Engeland anders niet zo vlot met weggeven. Wat wil je daarmee zeggen? Zouden zich in Engeland misschien ook al gevallen hebben voorgedaan van vergiftiging? Zou het Engelse museum daarom misschien zo royaal zijn geweest? En zou de professor dat misschien weten? Ja, misschien. Aan veronderstellingen heb ik niks. Ja, Poesie had hier. Voor jou, moet ik? Ja, kom dan. Het zou misschien geen kwaad kunnen om eens even te informeren. Ja, moeilijk. Ja, als daar wat gebeurd was, dan zou het hier toch ook moeten weten. Waarom? Ja. U zei gisteren zelf dat u aan de zaak voorlopig geen rugbaarheid wilde geven. Als zij nou eens hetzelfde gedacht bedankt. Hebben. Het was het lab. Ze hebben een aftest kunnen maken. Goed zo. Ja. Prima. Doc, ik ga met je mee. Dan kan ik meteen even langs die hemelkroot. Ik vind het een briljant idee van u, commissaris. Welk idee? Om Scotland Yard op te bellen. Ik zou er zelf niet op gekomen zijn. Ik hoor straks wel wat ze te vertellen hebben. Ga je mee? Ja, ik ga met jou. Hier moet het zijn. Hier? Dit is het vuile beestpad. 28. Ja. Ga je mee naar binnen? Ja, het is niet dat ik hier twijfel. No, nee. Ja, maar misschien weet die prof in één klap de oplossing. Ja. Ik kom wel. Met tierige boel, zeg. Hoe je hier thuis kan voelen. Het is een kei in zijn vak, hoor. Die man, maar ja, wel een beetje gek, heb ik me laten verklaren. Ja, wie niet, Doc, wie niet. Nou, schiet op. Hier. Misschien slaapt hij nog. Nee. Ja, hallo? Professor Hemelkroot. Bent u van de belasting? Politie, kunnen we u even spreken? Politie? Goed, ik doe open. Loopt u maar vast door. Eén trap op. Deur aan uw linkerhand. Naar jou, Doc. Nee, dankjewel. Jij hebt meer ervaring in dit soort karrewijkjes dan ik. Kom nou. Het is geen overval op een Chinees gokhuis. Dat is ook wel waar. Ja. Stinkt hier als de hel. Stil nou. We moeten iets van hem gedaan zien te krijgen, weet je nog wel? Ja, dat is waar. Dus hou alsjeblieft een beetje gedijst. Niks, zal je. Wacht even, hier. Deur links. Deur links, daar heb je. Gezellige boel hier. Ja, knus, hè? Antimacassatjes. Ga toch zitten, man. Loop niet zo te dreutelen. Oh, sorry, neem me niet kwalijk. Geet je lekker? Dankjewel. Goedemorgen, professor. Oh, geef maar. Wat? Wie? Geet je lekker? Oh, geef maar. Waar jij al niet van schrikt, Morik. Kijk eens, een papegaai. Kom je gauw. Vind ik hem. Lekker. Oh, geef maar. Lorre. We hadden er ook een aan boord. Wat die niet vloeken kende, dat was de moeite van het weten niet waard. Ja. En jij, kan jij vloeken? Echt niet, hè? Lekker.
hoor, geen vinger. Nou, je kent het hele repertoire uit je hoofd. Zo, u bent al in een intelligent gesprek gewikkeld, hoor ik. Ah, professor, mag ik even voorstellen? Dr. Moerik, politiearts. En ik ben inspecteur Bojarski. Ja, dat ben ik het. Ja, uw papegaai, die kwam meteen ter zake. Ga zitten. Gaat u zitten. Ja, dank u zeer. U hebt een probleem, begrijp ik. Ja, probleem? Nou, ja, nee, dat nou niet precies, professor. Inderdaad, maar... anders zouden wij u niet lastigvallen zo vroeg op de morgen. Oh, zegt u maar gerust, midden in de nacht. Thee? Nee, dank u. Ja, ja, het betreft een vergiftigingsaffaire. Aha. Er hebben zich achter elkaar een aantal gevallen voorgedaan van mensen die vergiftigd zijn met een onbekend gif. En wilt u weten wat dat is? Dan bent u precies in het goede adres. Ja, dat is zeker, professor. Wij zouden natuurlijk zelf ook wel tegen hoe werd het gif toegediend? Wel, een punctie tussen de halsvervels, een prik of een beet, zo u wilt. Symptomen? Zingen. Zingen? Zingen, ja. De slachtoffers zijn licht verstijfd, ze reageren op geen enkel impuls. Ze zien niets, ze horen niets, ze voelen niets. Een soort algehele verdoving. Maar de hoofdzaak is, ze zingen. Ze zingen een bepaald liedje. Een bepaald liedje, zegt u? Ja. Onafhankelijk van elkaar zongen zij één wijsje. Een heel eenvoudig melodietje met steeds dezelfde woorden. Ja, eindeloos herhaald, professor. Ze zingen tot ze lichamelijk volkomen uitgeput zijn. Pas toen ik ze een goede dosis sedatieven had gegeven, hield ze op. Aha. Paralytische kramp van de stembanden, als ik het zo hoor. Oh. Kaakspieren, strottenhoofd. Inderdaad, heel eigenaardig. Zijn er nog andere symptomen? Braken, stuipen, bloedingen van de tong, schuimontwikkeling, krampachtige samentrekking van de handen, hyperfunctie van de spikselklier, tranenvloed, dodelijke bleekheid. Nee, maar wel. Doet er ook niet toe. Waar zitten de patiënten? In het WG. Dan zou ik daar het beste eens even heen kunnen gaan. Eerst. Wij zijn er op ons lab al in geslaagd, professor, een deel van het gif te abstraheren van. Uitstekend werk. Ik zal het monster onderzoeken. Ik zal het terstond onderzoeken. Ach, kan ik u misschien bij het onderzoek behulpzaam zijn, professor? Ik ben zelf ook een heelkundige. Terstond, als ik eerst de patiënten gezien heb. Wij zullen het ziekenhuis van uw komst op de hoogte stellen. En professor, alvast hartelijk bedankt voor uw bereidwillige medewerking. Wanneer mogen we... Ik kan even meegaan, als u wilt. Wanneer mogen we opbellen voor de uitslag, professor? Komt u vanmiddag om 16:00 langs. Als ik dan nu het extract mag hebben. Zeg, het is nu al een uur geleden dat ik Engeland heb gevraagd. Komt een gesprek nu eindelijk eens door? Wat? Wat zei je? In gesprek? Al die tijd? Ja, wat doen die luider dan allemaal? Wat zei je? Oh, weet je dat ook niet? Nou ja, in ieder geval schiet een beetje op, hè? Ik heb nog meer te doen vandaag. Ja. Ja, Pussyat. Ja, wil u van de lijn afgaan? Want ik wacht op een verbinding met Engeland. Engeland, ja. Oh, is dit Engeland? Ja, geef maar door. Hallo. 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 Scotland Yard. This is Inspector Bliss speaking. Oh, goodbye. Met Pussyat. Recherche Amsterdam. Amsterdam. What can I do for you, sir? Ja, ik wil wat weten over die mummy. Mummy, you understand? Whose mummy, sir? De mummy of the museum. The British Museum. Ja. Is this a coat, sir? No. A pygmy. I beg your pardon, sir. Listen, you. Yes, sir, I'm listening. Good. You hear about a mummy from Pygmy that is come to Amsterdam? Oh, that, yes. I read about it in the paper. Something wrong, sir. Of er wat wrong is? I'm very sorry to hear that, sir. They are singing. Who's what? Yeah, singing. They. Ze zingen, potverdomme. Now I understand. You want to talk to me about a singing mummy? No. De mensen die met die mummy in aanraking komen beginnen te zingen. Allemaal. En dat is de schuld van de mummy, dacht u? Ja. Oh, eindelijk begrijpt hij het dan, de kaffer. Wat zegt u? Als u het gesprek liever in het Nederlands voortzet, ik spreek Nederlands een klein beetje. U spreekt Nederlands? Waarom zeggen we dat dan niet meteen? Ik werkte in Zuid-Afrika, begrijpt u? Ja, binnen. Scotland Yard. Weet u daar iets van? Ja, ik werkte daar 6 jaar, ziet u. Ik ken hun problemen. Nee. Ik bedoel, weet u iets over die mummy? Hebben zich in Engeland misschien ook gevallen voorgedaan van zingende mensen?
Wel, ik weet alleen wat ik in de krant heb gelezen. Daar was een dreigbrief betrokken. Wat? Een dreigbrief. De leider van de expeditie die de mummies naar Londen heeft gebracht, is bedreigd. Waarmee bedreigd? Met een brief. Weet. Stel nou toch even. Zo komen we natuurlijk niet verder, sir. Is die bedreiging ooit uitgevoerd? Niet dat ik weet. Als u niet verder komt, zal ik er dan naartoe gaan? U weet het niet, zegt u. Kan ik iemand bij u langsturen? Oh, sir, by all means. Voor deze zaak, bedoelt u? Ja, natuurlijk voor deze zaak, ja. Maar ik ben bang dat ik u niet verder kan helpen. Oh, maar u hebt al heel goed geholpen, sir. Ja, veel beter dan u denkt. Ik stuur een van onze mensen. Als u hem alles over die dreigbrief wilt vertellen, dan zult u mij zeer verplichten. Mijn plezier, sir. Ah, dat komt er mooi uit. Bedankt, inspecteur. En tot ziens. Goodbye, sir. Thank you. Iets wijzer geworden? Nou, ik heb hem scherp ondervraagd. Hè? En volgens mij, Jarski, verbergt hij wat. Wat? Dat ga jij uitvinden. Je kan vanavond nog vertrekken. Mooi zo. Eindelijk de zilte zeewind weer eens proeven. Met het vliegtuig. We maken er geen pleziertochtje van op kosten van de belastingbetaler. Oké, zoals u wilt. De leider van de expeditie die de mummies gevonden heeft, is bedreigd. Zie daar alles over aan de weet te komen. En zoek uit wat die snuiter achterhoudt, hè. Die Engelsen zijn voor geen cent te vertrouwen. En ga meteen ook eens kijken dat museum. Dan moeten nog meer van die dode dwergen zijn. Ja, commissaris. Goed, en nou jij. Ik heb om 4:00 een afspraak met die professor. Een volslagen verknipte figuur. Ik hoop dat hij ons de definitieve uitslag kan geven. En misschien weet hij ook iets van het tegengif. Ja, daar komt schot in de zaak. Prima. En laten ze meteen voor je boeken. Er gaat een kist om 8:00, geloof ik. Ik hoop, professor, dat u iets heeft kunnen vinden. Ik ben bezig. Nog niet klaar. Hoe ver bent u dan, professor, als ik zo vrij mag zijn? U stoort. Kijkt u liever maar even rond, het laboratorium. Maar komt u alsjeblieft nergens aan. Vooral niet aan die gifkast. Soms kan een enkel spoor... Ik moet een vliegtuig halen, professor. Ik zou graag de uitslag van het onderzoek tot nu toe horen. Bijzonder onwetenschappelijk. Conclusies zijn er in dit stadium nog niet te trekken. Maar het is duidelijk dat we met een gif te doen hebben. Ja, zover waren we al, professor. Een gif dat gebruikt wordt in de binnenlanden van Afrika. In het Ituri-gebied? Mogelijk. Het gif is vermoedelijk getrokken uit de schors van de Amajarnusboom. Een vegetatie die veel voorkomt in een uitgestrekt gebied rond de Centraal-Afrikaanse meren. Vermoedelijk, zegt u. De stammen die in dat gebied wonen hebben eeuwen ervaring met natuurlijke gifstoffen. En of verlangt u van mij dat ik dat raadsel in een paar uur voor u oplos? Daarom zijn we juist bij u. Wat is dat? Zuiver verzadigde waterdamp die via het ventiel uit het drukvat ontsnapt. Oh, fluitketel. Wilt u een kopje koffie? Nee, liever niet, dank u. Jammer, heel jammer. Ik zou liever van u willen horen, professor. Ja, laat het u nou voldoende zijn als ik u zeg dat ik er tot nu toe niet in geslaagd ben het gif te determineren. Gezien het organisch karakter en de onbekendheid met de bronnen. Wel heb ik... Dus als u niet weet wat het is, kunt u ook niet zeggen of er antistoffen voor bestaan. Stoffen die het effect kunnen opheffen. Defect, kunt u beter zeggen. Inderdaad zou ik het niet weten. In de literatuur heb ik vaag identieke gevallen kunnen vinden. Zoals bijvoorbeeld bij Heinrood, De Mormem Animi... of bij Langström in zijn Oom Warfellesede in Vlidelse in Sintje Domene. Maar de symptomen verschillen, hoor. Verschillen sterk zelfs. Daar hebben we dus niks aan. Pragmatisch gezien, nee. Maar zuiver toxicologisch, theoretisch... Professor, ik sta op het punt naar Londen te vertrekken. Ja, ik zal u niet langer ophouden. Als u misschien nog meer te vragen hebt... U heeft de slachtoffers gezien? Die vraag kan ik met een volmondig ja beantwoorden. Goed. Heeft u enig idee hoe het gif kan zijn toegebracht? Ik bedoel, is het een steek of een prik geweest met een naald of met een ander puntig voorwerp? Of kan de wond ook zijn toegebracht door een dier met een angel, een snavel, een klauw of iets dergelijks? Dat zou beide mogelijk kunnen zijn. Dat wil zeggen, ik sluit geen van beide mogelijkheden a priori uit. Er zijn in de literatuur voorbeelden genoeg van dierlijke intermediatie bij bedrijven van vergiftigingsassassinaten. Bij Bittinger bijvoorbeeld, in Crimes of Passion en The Reflection of... Ja. Laten we de zaken omdraaien, professor. Heeft u me misschien nog iets zinnigs te vertellen? Nee. Misschien morgen om deze tijd. Nou, het is in ieder geval een interessant gegeven. Dan neem ik morgen weer contact met u op. Tot ziens, professor.
En het zou een doorbraak zijn in de wetenschap van tropische giffen als ik erin zou slagen om... Waar is hij nou? Ik weet toch zeker dat hij daarnet... Dus dat heeft ook al niets opgeleverd. En ik dacht nog wel... Ach ja, heb ik daar met kostbare tijd staan vermorsen. Ik wou er eens een beetje actie kwam. Dat lage tij, die windstilte, die begint me te vervelen. Ah, is het maar niet de stilte voor de storm. Wat hebben we tot nu toe? 4 zangers en geen enkele aanwijzing. Ik heb zitten denken... Oh, God. Ik heb zitten denken, als je toch in Engeland bent, die aanvoerder van die expeditie... Die bedreigd is? Ja, die. Als je die meteen eens ondervraagt. We moeten meer over die mummie te weten zien te komen, Jaski. Moeten we ons onderzoek misschien uitstrekken tot de binnenlanden van Afrika? Ja, dat zou je wel willen. Ach, ik ben tenslotte klein verstuk. Ik zou op voet van gelijkheid met die pygmeeën kunnen praten, nietwaar? Oh ja, wat dat betreft. Ze zou je daar zo kunnen houden, als stamhoofd. Of als medicijnman. Nog een paar colleges van die prof. Nou, schiet nou eerst maar op, hè. Ja. Die papieren liggen beneden, ik zal een wagen voor je bellen. Zo. En succes. Ja, ik hou contact. Jo. Ja, met Poesiat. Laat iemand Jaski even wegbrengen met de wagen. Doe maar rustig aan, schepjes. Er zal niet veel anders op zitten, meneer. De stoplichten doen het weer eens niet. Mooi liedje. Beetje eentonig. Ach, man. Het spookt me de hele dag door mijn hoofd. Om gek te worden. Dat vergiftig is één ding, maar dat liedje... Waar gaat het eigenlijk over? Ach, niks, niks. Ik weet het niet, meneer. Ja, intrigerend deuntje. Nee, nee, ik wou zeggen, ik heb het gekke gevoel dat we gevolgd worden. Wat een nonsens. Ja, die blauwe wagen daar, ziet u hem? Alsof hij aan ons vastgebakken zit. Nou, je kent de trucjes. Ga je gang. Hebt u de riem vast? Ja. Goed zo. Ziet u wel? Hij probeert te volgen. Ah, zou me verbazen. Ik geloof dat je me probeert te belazeren, jij. Je doet het alleen maar om eens fijn te kunnen scheuren. Daar gaat hij. Rustig aan, heb ik gezegd. Zal ik erachteraan? Nee, hou op met het indiaantje spelen in de stad. Rij me naar Schiphol en daarmee uit. Zoals u wilt, inspecteur. Ik heb zijn nummer. Hij gaat in ieder geval voor de bijl voor overschrijding van de maximumsnelheid. Dus geen flauwekul. Vooruit. Alsjeblieft, meneer. Vertrek al. Dank je, schepjes. En laat die blauwe wagen even natrekken, wil je? Oké. Kan ik verder nog iets voor u doen, inspecteur? Ja, bedankt Poesiat voor het lenen van zijn wagen. Het komt in orde, meneer. Wacht eens even. KLM, vlucht 954. Natuurlijk weer precies een andere kant. Attentie alstublieft. Passagiers van KLM vlucht 954 naar Londen. Aan boord via uitgang D23. Passengers for KLM flight 954 to London. On board please fire gate D23. Nou, dat is in ieder geval op tijd. Oproep voor de heer Bojarski. Wil de heer Bojarski reizende naar Londen zich melden bij de inlichtingendienst... De heer Bojarski, inlichtingendienst. Dank u. Wat zullen we nou krijgen? Ik ben inspecteur Bojarski, recherche Amsterdam. Ah, dat was telefoon voor mij. Ja, inspecteur. Neemt u hem maar hier. Dank u. Ja, hallo? Bojarski hier. Met wie? Hé, hey, ik heb geen tijd. Het vliegtuig staat op punt om te vertrekken. Ik zou niet vertrekken als ik u was, inspecteur. Wat? Wie is dat? Deze keer heb ik u gemist, inspecteur. De volgende keer zal raak zijn. Ik raad u ernstig aan niet naar Engeland te gaan. Wat heeft dat te betekenen? Ik ben verder met deze zaak te bemoeien. Wat heeft dat betekenen? Welke gek belt me hier? Anders zal het hele kop breken. Met wie spreek ik, verdomme? Mag ik nog even bellen? Natuurlijk, inspecteur. Gaat u gang. Ja, met commissaris Poesiat. Ja, juist hier. Ik ben daarnet telefonisch bedreigd. Ja, waar anders? Doei. Ja, dat heeft hij nu natuurlijk niet bijgezegd. De stem van de vent. We
Waarschijnlijk met een zakdoek voor de mond of zo. Kwam me vaag bekend voor. Maar je hebt geen idee? Nee. Wat zei die? Nou luister, ik moet als de vliegende bliksem weg nu. Ik ben waarschijnlijk gevolgd op weg hier naartoe. Laat iedereen uitkijken naar een blauwe wagen met kenteken 8391XJ. Ja, 8391XJ. Ja, en mocht Yvonne bellen, geen woord hierover. Begrepen. En pas goed op jezelf, Jaski. Ja, kom voor elkaar. Wil de heer Bojanski voor vlucht KL954 naar Londen zich zo spoedig mogelijk naar uitgang B23 Ja, ik kom. Tenminste, als de heren het me toestaan.